Tim Hofman kan niet genoeg geprezen worden voor hetgeen hij heeft aangericht. Geen stambeeld is groot genoeg. Door hem zijn heel veel mannen zichzelf gaan zien voor wat ze zijn. Mannen, het fijnste is dat ze met elkaar zijn gaan praten. Niet alleen thuis en op het werk, maar vooral op televisie. Als ik een voorbeeld mag geven: Johnny de Mol. Als er iemand heeft geleerd de afgelopen weken, is hij het. Hij begon met praten. Daarna kwam het luisteren en het eindigde met huilen. Bij slachtoffers is de volgorde andersom, maar dit was ook leuke televisie. Moet Tim Hofman nu een straat, een ridderorde, een televisiering of, of in een rondvaartboot? Nee, nee, nee. Ons grootste probleem is onze neiging om mensen op een voetstuk te zetten. Ali B. was de polderversie van het sprookje van de kleren van de keizer. Hij mocht tegen iedereen aanreppen tot aan de koningin toe en we deden allemaal of het mooi was. Dat gedrag stijgt mensen naar het hoofd. Ali B. geloofde echt dat je alle eenzame bejaarde vrouwen geen groter plezier kon doen dan een bosje bloemen of een telefoontje namens hem. Hij mocht op televisie komen vertellen hoe wij met elkaar om moeten gaan, zoals Kees Bakker ooit mocht zeggen hoe we onze kinderen op moesten voeden. De lijst met hel gevallen helden. Is eindeloos. Het is onze eigen fout. We hebben ze zelf op de sokkel getild. Onze behoefte aan voorbeelden is enorm. Je ziet telkens hetzelfde patroon. Diederik Gommers werd verafgod toen hij het in een talkshow opnam tegen Famke Louise. Maar toen hij te lang doorging, met in iedere coronagolf hetzelfde lamlendige verhaal, trokken we hem met alle liefde weer naar beneden. Ali B. en Marco Bussato hebben afgedaan. Ze worden ingeruild voor nieuwe helden. Iedere tijd heeft zijn eigen. Vreselijke boegbeelden. Ik word nu al moe van het soort mannen dat zich nu naar voren wurmt en die heel nadrukkelijk andere mannen de maand neemt, die vooraan staan om te delen hoe ze hier ja, zij zich schamen voor hun mannelijkheid. Mannen die geen blaam treft omdat zij altijd het goede doen of hebben gedaan, en als ze dat niet hebben gedaan, hebben ze later geleerd en dat willen ze met ons delen. We vinden het allemaal vreselijk, maar het wordt verdacht als je heel nadrukkelijk gilt hoe vreselijk jij het allemaal vindt. Wat eigenlijk wordt gezegd is, kijk naar mij, ik ben Jan Talau, viriel, maar niet gevaarlijk. Er werd ons jarenlang voorgehouden dat we rolmodellen nodig hebben. Juist niet. Bekende Nederlanders zijn juist geen goed voorbeeld. U heeft ze alleen maar nodig om de gaten in uw eigen ontwikkeling op te vullen. U kunt zelf niet nadenken. U heeft ze nodig om na te kakelen. U wilt opkijken, omdat u zelf niets bent. Alleen stelt u niets voor. U wilt aanzien in de groep. U wilt ergens bijhoren. Je wordt geen Tim Hofman, Johan Dirksen, Sven Kokeman, Claudia de Brij. Rutger Bregman, Lange Frans of Chantal Jansen. door ze op een voetstuk te zetten. Juist dan blijf je heel erg jij. En dat is voor ons en jezelf al erg genoeg. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.